harte welkom bij het nieuwe SGP Weekjournaal. Wat leuk dat jullie allemaal weer kijken. We zijn weer terug na het meireces en praten jullie weer graag bij over de laatste politieke activiteiten van de SGP. En we beginnen uiteraard met het nieuws rondom de formatie. Inderdaad, want het is alweer bijna 6 maanden geleden dat Nederland naar de stembus ging. En deze week kwam er dus een hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en de BBB. En in dat hoofdlijnenakkoord omschrijven zij hun plannen voor de komende kabinetsperiode. En de grote vraag is natuurlijk, wat vindt de SGP van al deze plannen? Nou, één, we zijn blij dat de vier partijen elkaar gevonden hebben. En dat het ook lijkt dat we dadelijk een nieuw kabinet krijgen. Dat is goed voor het land. En als je verder kijkt naar van wat ze nu naar voren hebben gebracht, dan zeggen wij, we zijn positief, maar we zijn ook waakzaam. Ja, en waarom bent u positief? Welke lichtpunten ziet u in het akkoord? Nou, wat heel mooi is, is dat ze een goede blik op Israël hebben. En dat datgene waar de SGP al heel lang voor pleit, de ambassade, niet in Tel Aviv, maar in Jeruzalem, daar hoort hij, dat dat in ieder geval het voornemen is van dit aanstaande kabinet. Nou, dat vind ik heel mooi. En als je kijkt naar veiligheid, doen ze ook de goede dingen. We roepen hier al jarenlang, en we zeggen al jarenlang van, maak onze defensie sterk genoeg. En we hebben ook een wettelijk voorstel liggen om dat naar de zogenaamde 2% NAVO-norm te brengen. Nou, dat staat hierin dat ze dat gaan steunen. Dus onze wet gaat het wat dat betreft halen. Daar ben ik heel positief over. En voor de rest, ja, als je een beetje de toon ziet van dit akkoord, dan denk je, het is een akkoord voor gewone mensen in het land. Het is een akkoord ook voor de boeren, een akkoord voor de vissers. Kijk, het zal best moeilijk zijn om alles te realiseren als ze erin hebben staan. Maar de toon is van, we komen gewoon weer op voor onze eigen boeren en vissers en die gaan over hun eigen bedrijf. Nou, dat vinden we heel belangrijk. En ja, daarnaast zie je ook rond migratie, natuurlijk grote problemen. En ik had, ik dacht, het gaat er niet dat dat net zo blijft als het nu is. En het is toch ook niet zo dat ze doen wat de PVV zegt, van alle grenzen dicht. Want voor mensen die het echt moeilijk hebben, daar moet je hier gewoon ruimte voor hebben. Nou, als ik nu door dit akkoord kijk, dan denk ik, het zou wel een beetje die richting op kunnen gaan. Dus daar zijn we op zich positief over. Ja, maar u zegt ook heel duidelijk, er zijn ook punten waarop we waakzaam moeten blijven. Welke punten zijn dat? Nou, kijk, als je naar het gehele akkoord kijkt, dan denk je, het woord gezin, dat komt er gewoon niet in voor. En dan is dat blijkbaar een vrije kwestie. Maar onze eenverdieners, heb je ook oog voor mensen die het moeilijk hebben. Bijvoorbeeld als je rouw hebt, wordt daar ook wat voor georganiseerd. Ja, dat zie ik er niet in terug. En als je ook kijkt naar de vrijheid van onderwijs, de vrijheid voor kerken om gewoon in alle vrijheid bij elkaar te kunnen komen. Ja, dan dit en daar kort nog een beetje denk van, daar moeten wij de komende jaren heel alert op zijn. Want het kan maar zo zijn dat ze in de ruwheid van maatregelen die ze voorstellen, ook hierin enige inperking gaan hebben. Ja, en wat al kijken naar abortus en euthanasie. Dat zijn onze aangelegen punten. Nou, daar wordt in ieder geval niets op teruggeroeid. Sterker nog, er liggen een paar voorstellen die in die medische, ethische kwestie liggen. Embryo-wetgeving bijvoorbeeld, van VVD D66. Ja, en de bedoeling is dat dat gewoon behandeld gaat worden. Dus wat dat betreft zijn er ook wel zorgpunten. Ja, dus overal positief, maar ook zeker reden om waakzaam te blijven. Wat betekent dit voor de opstelling van de SGP ten opzichte van dit nieuwe kabinet? Nou, één wat ik al zei, we zijn blij dat er een kabinet lijkt te komen. En dat kabinet zullen wij constructief tegemoet treden. Hebben we bij alle kabinetten gedaan. Maar ja, in dit programma zie je best een aantal dingen zitten dat je zegt, nou, dat hebben ze uit het SGP-programma gekopieerd, verstandig van ze. Dus daar zullen we ook positief over zijn. Ja, en die dingen waar we denken, ligt het toch wat moeilijker, dan zullen we daar kritisch, positief kritisch over zijn. We zullen altijd proberen om dingen goed te maken en beter te maken voor dit land en een beetje christelijker. Een beetje dichter bij de Bijbel, want wij bedrijven politiek met een open Bijbel. Ja, daar zullen we telkens ook weer de vinger bij leggen. En dat zullen we doen op een constructieve manier, want we zijn blij dat er een kabinet zit. Ook een beetje met een centrumrechtse snit. Maar er zijn echt nog een aantal dingen. Ik denk dat dat kan en dat moet beter. Aanstaande woensdag staat er een Kamerdebat op de planning over het eindverslag van informateurs Richard van Zwol en Elbert Dijkgraaf. Zo rond 9:45 in de ochtend begint dat debat. Dus ik zou zeggen, houd woensdag ook de kanalen van de SGP goed in de gaten om ook de SGP-inbreng te kunnen volgen. Ja, dan gaan we door naar het andere nieuws van deze week. Afgelopen dinsdag was het vragenuurtje en werd minister Paul van Onderwijs naar de Tweede Kamer geroepen om vragen te beantwoorden over de activistische en ontwrichtende acties bij de Universiteit van Amsterdam van afgelopen week. En Diederik van Dijk had daar geen goed woord voor over.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het is echt ongerijmd dat een universiteitsbestuur in onderhandeling gaat met activisten die strafbaar feit op strafbaar feit stapelen. En ik wil de minister vragen of zij alles op alles wil zetten, of ze wil bevorderen dat die raddraaiers ook aansprakelijk worden gesteld voor alle schade die is geleden. Uiteraard is het volledige fragment met de antwoorden van minister Paul ook te vinden op ons YouTube-kanaal. Nou, dinsdag was er ook een Kamerdebat over gewasbeschermingsmiddelen. De SGP pleitte ervoor om een bepaald groen beschermingsmiddel beschikbaar te blijven houden voor alle fruittelers, dus ook voor de kersentelers. Maar verantwoordelijk minister Adema voelt zich daar niet verantwoordelijk voor. En dat leidde tot een stevige interruptie van André Vlag. Als een fabrikant niet wil, kun je als sector roepen wat je wil. Ja, je kunt zeggen, ik neem het je niet meer af. Maar ook zo'n fabrikant moet toch in gang gezet worden. En ja, anders kom je klem te zitten als teler. Excellentie. Ja, maar dat is niet de verantwoordelijkheid van de overheid. Dat is niet de verantwoordelijkheid van de overheid. Het kan niet zo zijn dat wij de fabrikanten gaan vragen, willen jullie voor onze kersentelers zorgen dat het toegelaten wordt? Ja, voorzitter, ik begrijp niet zo goed waarom de minister hier zo fel op reageert. Want hij geeft aan, er is een middel tracer, dat is minder schadelijk. Zou het dan juist vanuit die optiek niet goed zijn als de minister daar dan juist een stapje extra voor loopt en zegt van nou, daar voel ik de verantwoordelijkheid dat we die overstap maken voor zo'n mooie sector naar een minder schadelijk middel. Daar wil ik wel een stapje extra voor zetten. Ik ga met die fabrikant in gesprek, zodat hij toch die toelating voor alle telers op gaat starten. Desnoods zet ik er wat subsidie tegenover, maar dan is het winst voor iedereen. Meneer de minister. Nee. Nee. Dat is gewoon niet de verantwoordelijkheid van de overheid. Dat is niet de verantwoordelijkheid van de overheid. De verantwoordelijkheid van de overheid is om een adequate, zorgvuldige toelatingsprocedure te hebben met zorgvuldige organisaties, instituten die wij capabel achten om dat op een zorgvuldige manier te doen. Dat is de taak van de overheid. Dan gaan we door naar het volgende onderwerp in dit journaal, namelijk ruilverlof. En de SGP zet zich daar al langere tijd voor in. Samen met het CDA en de ChristenUnie lanceerde de SGP op donderdagochtend een wetsvoorstel die dit wettelijk moet regelen. Mensen die te maken hebben met rouw na verlies van een dierbare moeten minimaal 5 dagen betaald verlof kunnen opnemen. We kijken even naar Christoffer, die vertelt waarom hij dit zo belangrijk vindt. Nou, je ziet dat er heel veel verlofregelingen zijn voor als er iets moois in gezinnen gebeurt. Maar toen we daar een aantal jaren geleden een nieuwe wet over invoerden, toen dachten we van ja, maar als het nu eens moeilijk wordt in een gezin, dat er een vader of moeder of een kindje wegvalt en door overlijden, is er dan iets geregeld? Nou, helemaal niet. En we hebben inmiddels daar heel veel mensen over gesproken die dat mee hebben gemaakt. Of organisaties die daar ook onderzoek naar hebben gedaan. Ja, en toen bleek dat het echt nodig was dat op zijn minst er een wettelijke basis komt. Dat als er rouw in een gezin komt met jonge kinderen, dat daar ook iets voor geregeld wordt bij wet. Nou, dat hebben we vanochtend gelanceerd. Denkt u dat het een haalbaar voorstel zal zijn? Ik denk het wel. In de voorbereiding hebben ook bijvoorbeeld GroenLinks meegedaan, D66, VVD. Ook vanuit de vakbonden en vanuit de werkgevers is er positief op gereageerd. Dus ja, ik verwacht eigenlijk dat misschien met enige aanpassingen, maar dat deze wet het goed gaat halen in de Kamer. Ja, donderdag waren er natuurlijk ook Kamerdebatten. Een belangrijk debat was dat over de staat van de Europese Unie. En Diederik van Dijk maakte aan het einde van zijn bijdrage met succes reclame voor een bijzonder SGP-kwartetspel. Kijkt u maar. Demissionaire bewindslieden houden natuurlijk een hoop tijd over, omdat ze niet geacht worden nieuw beleid uit te zetten. En dan kan zo'n kwartetspel een heel leerzaam en aangenaam tijdverdrijf zijn. En overigens kan ik dit kwartet iedereen aanbevelen. Beter kun je niet voorbereiden op de Europese verkiezingen. Het is voor iedereen verkrijgbaar op onze fractiekamer en voor de mensen thuis via sgp.nl. Ja, zullen we gewoon weer inhoudelijk verder gaan en er geen sterreclame van maken? Volgende keer neem ik voor de voorzitter mensen erg in niet mee. Tot zover Zendtijd Politieke Partijen en ik dank u hartelijk. Dankjewel. De beide bewindspersonen zeggen dankjewel, dus die heeft het gelukkig gemaakt. Gaan we luisteren naar de heer Ruijsen, eveneens van de SGP. En leuk om hierbij te vertellen is dat alle abonnees van het Reformatorisch Dagblad, van Visie en de Elsevier, gratis dit kwartetspel thuis gestuurd krijgen. Dus ik zou zeggen, houd uw brievenbus goed in de gaten. En bent u geen abonnee, dan ook niet getreurd, want dan kunt u dit kwartetspel ook gewoon bestellen via onze webshop. Ja, en het bijzondere aan het debat over de staat van de Europese Unie is dat ook Nederlandse Europarlementariërs spreektijd krijgen in de Tweede Kamer. We kijken even naar een fragmentje van onze eigen Bert-Jan Ruijsen. Brussel, hou je bij je leest. Beperk je tot je kerntaken.
Te grote bemoeizucht zien we overal. Tot slot, voorzitter, nog 3 concrete verzoeken die in mijn beleving wel problemen oplossen. 1. Help ons om de beschermingsstatus van de wolf te verlagen. Het Europees Parlement is om, de commissie ook, nu de raad nog. 2. Hou voet bij stuk rond de Natuurherstelwet. Deze wet zorgt echt voor een stikstofcrisis 2.0. Daarom, geef niet op, blijf bij de duidelijke tegenstem. En 3. Help ons organisaties als Samidoun, die banden hebben met terroristische organisaties in het Midden-Oosten, op de Europese lijst van terroristische organisaties te krijgen. De gevaren van moslim-extremisme in de EU vragen om leiderschap en daarmee om een krachtig optreden. Dank u wel. Nu Bert-Jan Ruijsen toch in de Tweede Kamer was, maakten we uiteraard graag van de gelegenheid gebruik om er wat vragen te stellen voor de camera van ons SGP Weekjournaal. Hoe gaat het met u en met de campagne? Het gaat goed met mij en het gaat ook goed met de campagne, kan ik zeggen. Zeker deze campagne geldt, iedere stem telt. We hebben iedere stem hard nodig, want we hebben nu aan de voorkant geen garantie. We hebben wel hoop en een stuk vertrouwen. Maar het is wel heel erg belangrijk dat we alle mensen, ook in onze omgeving, in familieverband, vrienden, oproepen om 6 juni op de SGP te gaan stemmen. Ik heb de afgelopen 5 jaar wel gezien hoe belangrijk het is, hoe wezenlijk het is om in Brussel ook een helder christelijk geluid te laten horen. Ja, nou, dat doet u ook met verve. We zien video's waarin u opkomt voor geloofsvrijheid, voor Israël, ook ingaat tegen abortus als mensenrechten, hele belangrijke thema's. Ziet u nog meer mensen die zich daar in het Europees Parlement voor hard maken? Of zegt u van nou, dat is toch ook wel echt een uniek geluid aan het worden? We zijn daar eerlijk gezegd wel vrij uniek in. Kijk, ik merk wel dat we regelmatig in slagen om ook wel een groep parlementariërs mee te krijgen in onze pleidooien voor het leven bijvoorbeeld. Maar het is maar een handjevol kartrekkers eigenlijk die je hebt in het Europese parlement die hier zich sterk voor maken. En die resoluties voorbereiden, die amendementen indienen. En daar ben ik er een van de weinigen van, die echt die kartrekkersrol vervult rondom belangrijke medisch-ethische thema's. Nou, dus extra belangrijk dat die karttrekker, die Bert-Jan Ruijsen, blijft zitten in het Europese parlement. Ik wens u heel veel succes in de campagne en we hopen natuurlijk dat u die zetel gaat behalen. Dankjewel, zo is dat. Op hoop van zegen. Ja, u hoort het, er is een hele mooie en goede kans op een eigen SGP-zetel in dat Europese parlement. Die kans wil natuurlijk niet mislopen. Dus zorg ervoor dat u allemaal gaat stemmen op 6 juni op de SGP en overtuig ook anderen daarvan. Dus zeg het voort. Ja, en dan gaan we nog even naar een fragment, een opmerkelijk fragment uit datzelfde debat. Want ook de Europarlementariër van de ChristenUnie, Anja Haga, kreeg spreektijd. En zij gebruikte die spreektijd vooral om andere partijen onder vuur te nemen, waaronder de SGP. Maar ja, u kent natuurlijk het gezegde, wie de bal kaatst, die kan hem ook terugverwachten. Daarom heb ik een aantal vragen. De eerste vraag is aan de SGP. Gaat de SGP... Nee. Ik moet geen vragen stellen aan de Kamerleden. Nou, dan stel ik een vraag aan mijn collega Europarlementariër. Nee, dat wil ik ook niet. U doet zich terecht richting nou, dan het doe kabinet. Ik een veronderstelling dat ik ga ervan uit en ik hoop ten zeerste dat de SGP uit de ECR stapt als Orbán met zijn extreemrechtse partij toetreedt tot de ECR. Ja, dan gaat de heer Diederik van Dijk natuurlijk reageren, maar heeft hij recht op. De SGP werd daar dermate rechtstreeks aangesproken, maar ik zal me het zo feitelijk mogelijk houden om de vraag van mevrouw Hagen te beantwoorden. Die zal kiezen voor die groep waarbij zij zo helder mogelijk en zoveel mogelijk vrijheid heeft om het christelijke geluid, het geluid voor het leven, voor Israël, tegen antisemitisme, et cetera, te kunnen laten horen. Ik hoop dat dat duidelijk genoeg is. Prima, dank u wel. Gaan we luisteren naar het volgende spreker. Dan hebben we tot slot nog een hele belangrijke oproep. Want door het aanstaande vertrek van onze Menno zijn we op zoek naar een nieuwe collega die ons voorlichtingsteam in de Tweede Kamer komt versterken. Ja, wie wil dat nou niet, zou je bijna zeggen. Dus heb jij zin om samen met ons dat SGP-geluid in heel Nederland te laten klinken? Aarzel dan niet en solliciteer. De vacaturetekst staat op sgp.nl en solliciteren kan tot en met 3 juni. Zeker, doe dat dus vooral en deel deze vacature ook gerust in uw eigen omgeving. En met deze oproep zijn we aan het einde gekomen van dit SGP-weekjournaal. Heel hartelijk bedankt voor het kijken. Vond u dit leuk? Waardeer je dit? Doe dan een duimpje omhoog onder deze video. Abonneer op ons kanaal en duw op het belletje om op de hoogte te blijven van ons werk. Ja, dan wensen we jullie allemaal nog hele mooie weekenddagen en ook gezegende Pinksterdagen.
En volgende week hopen we er weer te zijn met een nieuw SGP Weekjournaal. Heel graag. Tot dan.